Vader Grat van Wezenbeek is duidelijk. Zijn zoon zit er ten onrechte al anderhalf jaar vast. Het zijn geen heilige kindjes, maar zo is het ook weer niet. Ja. Ja, als je hoort wat officieren weer van verschuldigd, van die tunkers, de moordenaar van mijn zoon. Ik bedoel, ja, dat is gewoon belachelijk. En alles wat er nou in Nederland gebeurt en Brabant en Eindhoven, dat willen ze op mijn zoons afschuiven. De advocaat van de hoofdverdachte verwijt justitie dat de inzet van de politie-infiltranten niet volgens de regels is gegaan. Hoe gingen die twee Belgische politie-infiltranten nou te werk? Nou, ze hadden een chalet, ze huurden een chalet op de camping Parelstrand waar veel van de bendeleden ook kwamen. En daar probeerden ze contact te leggen. Uiteindelijk, na een jaar, lukte dat. En toen liet de mannelijke helft van de twee infiltranten, Billy en Nina heten die twee, die liet zich ontvallen dat hij jachtschipper was en dat hij best een partij cocaïne uit Zuid-Amerika kon overzetten. Nou, de advocaat van de hoofdverdachte die vindt dat uitlokking. Men wordt bijvoorbeeld beticht van een poging tot invoer van verdovende middelen, maar het initiatief om dergelijke handel op te zetten is wel degelijk van de undercoveragenten uitgegaan. Je zou dan zeggen van die infiltranten zijn een boekje erbuiten gegaan. Die hebben inderdaad een soort van uitlokking gedaan. Daarom wil hij de politie-infiltrant in de rechtbank laten horen. Ook is Delbroek verontwaardigd dat er nauwelijks informatie over de infiltratie in het dossier staat. Dat kan natuurlijk niet dat je 2,5 jaar zeer ingrijpend bij iemand gaat binnendringen om dan te zeggen, maar je krijgt er wel niks van te zien, behalve hetgeen dat wij zeggen en dat wij tegen jou kunnen gebruiken. Delbroek eiste daarom vandaag vrijspraak voor zijn cliënten. Vader Grat is dezelfde mening toegedaan, maar om een andere reden. Ook al zou hij het gedaan hebben en je kan niks bewijzen, laat dat gewoon los dan, laat dat gewoon gaan dan. Ja. Dat vind ik gewoon. Het proces duurt nog zeker anderhalve week.